Um, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Uh, ik weet niet zo goed hoe ik deze video moet gaan beginnen. Um, waarschijnlijk zie je het al meteen dat ik nu weer mijn webcam gebruik. En om dat eigenlijk heel makkelijk te zeggen komt dat omdat gisteren um, was ik naar de primaire geweest van de Lion King. Uh, met de auto. Ik had hem op parkeer P1 gezet, parkeerplak 1. Eh... Uh, en film was super leuk geweest. En dan even wezen eten. En ik kom terug. En dit was er gebeurd. Ik zal gewoon even de films laten zien van mijn telefoon. Oké, ik kom terug van de film. Mijn ruit is ingeslagen. Mijn Louis-tas met camera is weg. Daar hangen camerabeelden. Mocht iemand nu iemand kennen die opeens met een tas rondloopt en een camera, stuur een bericht of weet ik veel. Ehm, um, nou ja, ze hebben, er, is dus ingebro, er is dus ingebroken in mijn auto, ze hebben met ik weet niet wat het raam erin geslagen, tas meegenomen en puur toeval had ik mijn camera die dag meegenomen omdat ik misschien wat zou gaan filmen, maar heb ik uiteindelijk toch niet gedaan omdat ik twijfelde. Ze hebben dus mijn Louis Vuitton tas met mijn um, camera die ik gebruik voor mijn video's en voor mijn vlogs hebben ze gestolen, um, met een waarde van, ik denk iets over de 5000 euro. Ehm. Um, nou ja, nu wil ik dit dus met jullie delen. Ik zal een foto sturen, laten zien van de tas en van de camera die ik kwijt ben. Mocht je nou iemand kennen um, die opeens met een tas en een camera rondloopt, nou ja, stuur me een berichtje, uh, laat iets weten. Je, je kan me weten te vinden op social media. En wat ik heel erg fijn zou vinden, stuur me geen bericht even als, als het ook niet van toepassing is of als je ook. Um, ...niet iets hebt of zo. Ik krijg heel veel berichten van mensen... ...die, die dan puur mijn aandacht uiteindelijk hiervan willen. Um, wat ik gewoon niet chill vind, snap je? Dus als je echt een tip of whatever hebt... ...ben dan eerlijk, stuur het dan naar me op. Um, misschien dat ik er dan iets mee kan doen. Anyways, ik vind het heel fucked up. Ik ga morgen vroeg ga ik weg tot aan zaterdag. En ik heb ook gewoon geen Fortnite-video's klaarstaan... En ik heb ook nog gewoon geen zin dat het de zin had om op te nemen. Ik, want ik bedoel, ik ben vandaag de hele dag bezig geweest met um, aangifte doen, uh, verzekeringen bellen, uh, mark last checken of je daar niet ergens op staat. Ik ben vandaag gewoon heel erg bezig geweest. En ik heb nu ook gewoon geen zin meer om nu nog uh, voor te gaan werken. Dus voor het eerst denk ik dat morgen. Vrijdag, ja, in ieder geval morgen en overmorgen gaat er geen video online komen. Vind ik echt heel kut. Echt, echt heel kut. Zaterdag misschien wel weer als ik weer wat vrolijker ben. Um, maar ja, ik had dus eigenlijk als planning, zeg maar, gisteren teruggegaan. Ja, gisteren was ik bij Lion King. En dan had ik als planning om vandaag de hele dag voor te werken zodat ik lekker weg kon. En om zaterdag um, weer opnieuw moest opnemen. Maar ja, ze hebben mijn camera gehad. Ik ben niet in een vrolijke mood, Dus. Het is een beetje kut. Nou, ik zou het dus gewoon echt heel erg op prijs stellen van jullie. Als jullie het kunnen delen. Of um, gewoon misschien even kunnen rondvragen. Of mensen die uh, uh, ff, iets weten. Het is trouwens, ik weet niet of ik het nou heb verteld. Utrecht, bij de Kinopolis, bij P1 is het gebeurd. Klaar dag is het trouwens ook gewoon gebeurd. Ik zal het jullie uitleggen. Um, ik denk dat ik om half zeven de auto uit was gegaan. Toen ben ik naar de film geweest. En ik kwam om tien uur zeg maar, terug bij de auto. En was het was ingeslagen, vol met glas. Um, al kwam er wel een, een meneer aangelopen later. Uh, die had de auto een beetje bij mijn buurt staan. En die uh, kon mij al vertellen dat het om tien over half acht was. Het al gebeurd. En um, het is dus gewoon op klaarlichte dag gebeurd. En die vent die zei al dat hij met iemand anders had besproken. Van of, of ze een auto weg moeten zetten. Of weet ik veel wat. Hebben ze niet gedaan. Nou ik had uh, echt die auto meteen 100 kilometer verderop gezet maar oké okay. um, Er staat de camera vol op mijn auto ik hoop gewoon dat ik er nog iets uit kan halen en dat ik het terug kan vinden want ik bedoel een camera is gewoon kijk die tas maak ik me anders niet zo uit, maar camera ging gewoon echt naar dat die schuilt omdat ik daar mijn video's van maak omdat ik die TV... video omdat ik... dat is gewoon mijn werk weet je wel en ik heb hard voor gewerkt dus ik vind het gewoon jammer dat dat mensen dan zoiets echt in hun hoofd halen om zo naar toen. Ik heb nou ook geen auto. auto wordt nu gemaakt omdat mijn raam helemaal aan tering is. En overal is liggen. Dus um, hier wou ik jullie gewoon even over updaten. Um, dat denk ik, ja. Ik zie jullie denk ik uh, zaterdag weer bij een nieuwe video. Ik zal mijn Instagram uh, wat stories plaatsen van uh, wat ik ga doen. Aankomende dagen. En dan. Uh, Zie ik jullie in de volgende video weer jongens. Later.